Vandaag ga ik op bezoek bij Elisabeth van Schaik. Elisabeth van Schaik is hondentrainster en nierpatiënt. Zij gaat mee in september naar Santiago de Compostela. Elisabeth, waar loop jij warm voor? Ik loop samen met mijn honden warm voor Santiago. Nou, Elisabeth, vertel eens iets over jezelf. Ik heb begrepen dat je nierpatiënt bent. Klopt, ja. Al lang? Al 33 jaar. En je bent, hoe oud ben je dan? 33. Je bent 33, dus echt van de geboorte af aan ben je nierpatiënt. Zolang ik me kan heugen, zolang ik er ben, ben ik nierpatiënt. Ja. Ja. En je bent inmiddels getransplanteerd? Of? Ik ben al 3 keer getransplanteerd. De eerste nieren heb ik gehad toen ik 3 jaar oud was. En heeft het 12 jaar gedaan. Vervolgens heb ik een nier van mijn vader gehad. Op mijn 18e. Dat denk je, dat zit wel goed. Ja, dat denk je, maar ook, je weet gewoon dat nieren maar beperkt meegaan. En het is je vooraf, wordt je niet op een briefje meegegeven hoe lang die meegaat. Nee. En ja, het is dus altijd weer spannend van hoe lang gaat hij mee en hoe lang doet hij het? En dat is gewoon van zoveel factoren afhankelijk dat daar geen... Het is niet dat je een contract tekent voor zoveel jaar mag je die nier hebben. Maar ja, het is op het moment dat je hem krijgt, is het een lot uit de loterij. Ja. En En deze nier hield het ook niet? Nee, die tweede nier die heeft het na 11 jaar heeft hier de brui aangegeven. En toen moest je weer gaan dialyseren? Ja, de tweede keer. De eerste keer dat ik dialyseerde was ik 15 jaar oud. Midden in mijn puberteit, dus waar iedereen bezig was met zijn leven opbouwen, met eerste baantjes, vriendjes, danslessen, weet ik veel wat, was ik aan het dialyseren. Lag ik 's nachts 8 tot 10 uur aan het apparaat om mijn lichaam van zijn gifstoffen te ontdoen. Dat is heftig, ja. 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 Ja, dat heb je dan meegemaakt en dan moet je dus weer. Ja, dan moet je weer. En dat is even slikken, weet je. Het is, ja, een gevoel van falen is het niet eens. Het is, tuurlijk, je wil zo lang mogelijk met die nier doen. Maar je weet ook dat er een houdbaarheid op zit. En natuurlijk hoop je altijd dat die zo lang mogelijk meegaat. En je er... zo lang mogelijk profijt van zal hebben, maar ja, als die op is, is die op. Ja. En dan kan je boos en verdrietig worden, maar ja, daar is die nier niet mee gered en dan gaat die ook niet meer van werken. Dus ja, dan weet je gewoon dat je weer, dat je een volgende fase ingaat. Ja, en die volgende fase die kwam dus weer. Ja. Dialyse. Ja. En hoe lang heb je dat toen gedaan? Van 2013 tot 2016. 2,5 jaar. 2,5 jaar. Ja. Ja. Toen was er eindelijk weer een nier voor je. En een alvleesklier. En een alvleesklier. Ja. Dat was inmiddels ook nodig. Nee, mijn alvleesklier is ook niet goed aangelegd. Dus ik heb tot aan de laatste transplantatie heb ik ook altijd met diabetes geleefd. 4 keer per dag prikken. Bloedsuikers controleren. Ja, en dat is dan eigenlijk ook wel weer een dreiging, omdat die diabetes uiteindelijk ook wel weer van invloed is op je nierfunctie. Dus ja, in hoeverre die diabetes een rol heeft gespeeld in de levensduur van de vorige nieren, dat is dan nog maar de vraag. Ja. Was je die tijd al bezig met je leven op de rit te krijgen en een toekomst? Voordat ik begon met dialyseren bedoel je? De tweede keer. Ja, uiteraard. Ik had een hondenschool opgebouwd. Ik was, ik werd dat jaar Bikkel van de Bart de Graaf Foundation. Vertel daar eens wat over. De Bart de Graaf Foundation, dat is een foundation die jonge mensen stimuleert of... De Bart de Graaf Foundation die is uiteraard naar aanleiding van BNN-oprichter Bart de Graaf. Na zijn overlijden is dat
is die foundation opgericht. Bart de Graaf is natuurlijk ook wel bekend vanwege zijn, die had zelf ook een nierziekte. Inderdaad. Terwijl, die ondanks die nierziekte en alle ellende die daarmee gepaard ging, want die heeft dat ook niet makkelijk gehad achter de schermen, is die altijd wel blijven vechten voor wat hij wilde. En dat was voor mij een enorme inspiratiebron, is hij altijd geweest. En die foundation die maakt het mogelijk om mensen met een levensbepalende beperking, die helpen ze starten met het opzetten van een eigen onderneming. Dus dat kwam heel goed uit? Aan de ene kant wel, aan de andere kant wat minder. Want het moment dat ik hoorde dat ik geselecteerd was, kwam nagenoeg gelijk met het feit dat ik hoorde dat mijn nier het begeven had. Dus ik stond al op een punt van ja, en nu? Mijn leven werd al 380 graden gedraaid, waarbij het leven weer omsloeg in overleven. En ja, om daarnaast dan nog een hele ontwikkeling te maken met een eigen onderneming waarvan niet eens zeker zou zijn of ik hem door zou kunnen zetten, of ik er nog verder mee zou kunnen. Was dat wel iets waar ik heel hard over na heb moeten denken. Hoewel nadenken was ook niet een optie, want Corine zei, je doet het gewoon. Ik ben gestart met groepstrainingen. Maar uiteindelijk bleek toch wel dat er meer vraag was naar privétraining. En je hebt zelf twee honden? Ja. Ik heb zelf twee Australische herders. Australische herders? Ja. Hele lieve honden. Ja. Maar dat zal ook mee te maken hebben hoe je ze opgevoed hebt. Absoluut. Ik zeg altijd, wat je geeft, krijg je terug. Inderdaad. En met die hondenschool betekent natuurlijk ook dat je aardig beweegt. Ja. En dan kom ik bij het volgende. Ik hoor dat je een stukje naar Santiago wil gaan lopen. Ja, die wens is er al heel lang. Eigenlijk ook weer vanaf 2013 is wat dat betreft wel een bewogen jaar geweest in meerdere opzichten. En ik meen me te herinneren dat het ook in 2013 is geweest dat ik voor het eerst hoorde over de wandeltocht naar Santiago voor nierpatiënten. En toen riep ik al van, als ik getransplanteerd ben, ga ik dat doen. Ja. En dat is, inmiddels ben je getransplanteerd, alweer ruim een jaar. Ja, nou, net een jaar eigenlijk. En nu ga je dus lopen, het laatste stuk naar Santiago. Ik ben er hard voor aan het trainen, ja. En hoe gaat dat? Ja, het gaat goed. Als je bedenkt dat ik een jaar geleden, laten we nu even zeggen anderhalf jaar geleden, reed ik drie keer per dag naar de dijk. Gooide ik de honden eruit, konden ze hun behoefte doen en was ik weer weg. Ja, ik kon niks meer. Ik bedoel, de dialyse had er zo op ingehakt dat ik wilde wel lopen, maar fysiek lukte het niet meer. Ik kon niet meer een kwartier. Ja, als ik één keer per dag 10 minuten liep, was het veel. En liep met de honden dan wel te verstaan. Maar ik liep op mijn tenen. En na die transplantatie, ja, weet je, ik heb een doel, dus ik wil wel wandelen. En ja, hoe meer je wandelt, hoe groter en hoe makkelijker en hoe sneller het gaat. Dus ja, ik had niet verwacht dat ik nu een jaar na de transplantatie even 20 kilometer zou weglopen. En dat heb je al gedaan. Dat heb ik gedaan. Met de sponsorloop van de Rode Loper. Klopt. Van de Nierstichting. Ja. En niet eventjes 5 kilometer. Nee. Geen 10 kilometer, maar echt 20 kilometer. Ja. Dat was al een hele overwinning. Absoluut. Zeker te weten, omdat ik de eerste 5 kilometer zoiets had van, nou, ik moet het nog maar zien gebeuren. Ja, dus je bent, ik mag wel zeggen, toch wel een voorbeeld voor veel dierpatiënten. En zeker als Santiago achter de rug is en je hebt dat volbracht, dat je heel wat meer kunt dan je zelf denkt. En bewegen erg goed is. Dat weet ik wel zeker, maar de grootste motivatie om naar Santiago te lopen is nog wel, omdat ik niet
ja, omdat ik gewoon enorm veel respect heb voor mijn donoren. En voor het feit dat zij me de mogelijkheid hebben gegeven om die tocht nu dan toch echt te kunnen gaan volbrengen. Ja. Nou, Elisabeth, dat vind ik een hele mooie afsluiting van dit gesprek. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En hoop nog veel van je te horen. Het gaat zeker lukken. Dankjewel.